wel lief als je weer zo'n spandoek ziet. Of iemand met een plastic stoel op straat met taart bij het balkon, omdat het wel kon. En met stoepkrijt staat op straat geschreven: stop corona, ik wil naar oma, mag het even. Dit is het coronalied van Lot van Os. Hij besloot onlangs om het nummer te schrijven als steuntje in de rug voor iedereen die last heeft van de coronacrisis. Het begon eigenlijk met een tijdje terug. Toen had ik een plan om een positief tankstation te bouwen. Waar mensen met koptelefoons lieve berichtjes hoorden om even op te laden. En daar wilde ik festivals mee langs gaan. Dus toen had ik een oproepje geplaatst of mensen lieve dingen wilden inspreken. En toen kreeg ik zoveel content. En dat vond ik heel tof. Alleen toen kwam de corona, dus festivals gaan niet door. En toen in deze tijd, toen dacht ik, ja, ik wil eigenlijk ook iets doen met materiaal van andere mensen. Omdat het gewoon, ja, ik vind dat heel bijzonder als iedereen zijn creativiteit en zijn liefde in iets stopt en dat naar jou stuurt. En toen kwam eigenlijk het idee om een liedje te maken met materiaal van heel veel mensen. Lot hoeft geen uren achter zijn piano te zitten om een lied te schrijven, want binnen de kortste keren heeft hij een nummer al af. Bij mij is dat altijd in een soort van melodie of ritme, dus ik denk niet zozeer in woorden, maar meer in energie of soort van. En dan ga ik daar soort van woorden op maken en dan komt er een soort van ritmetje en dan is het muziek of zo. Dus mijn ouders schrijven ook teksten en die zijn altijd heel erg van de Word documentjes en alles onder elkaar zetten en zo. Maar bij mij, ik ga gewoon achter een piano zitten en dan komt er een soort flow op gang en dan meestal wordt het niks, maar soms zit er iets tussen dat ik denk, hé, dat is interessant. Al jaren is Lot bezig met creatieve projecten, maar het coronalied is weer heel wat anders dan hij eerder gedaan heeft. Ik maak, vanaf dat ik een camera had, maakte ik al filmpjes. Dus ik ging altijd mijn projecten vastleggen. En dat doe ik eigenlijk nog steeds. En met dit vind ik het leuk dat mensen dus zelf iets insturen. Ik had drie vragen gesteld van: kun je iets zeggen wat je mist, wat je wenst en kun je laten zien wat je normaal gesproken met meerdere mensen doet, maar nou in je eentje. En dat is best een vage opdracht, dus de creativiteit was wel heel verrassend van iemand die er eentje kwartet ging spelen en dat soort dingen. Dus vind ik altijd wel tof. Als je meer ruimte overlaat, dan komen er dingen die niet verwacht had. De meeste zijn toch al mensen die ik ken, denk ik. Ik heb via WhatsApp ook mensen benaderd. Inmiddels zijn sommige mensen ook wel gewend dat ik af en toe dingen vraag. Ik doe dat soort dingen vaker. Maar het zijn ook vreemden die mij kennen van LinkedIn of Instagram of zo. Ik post regelmatig video's. En zeker met dat Happy Fuel project waren er echt heel veel vreemden die ik niet ken, maar die dan toch iets doen.